Vreemdelingen die illegaal in Suriname zijn, moeten binnen 3 maanden hun legalisatie in orde maken. Dit benadrukte Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, gisteren tijdens een persconferentie. Volgens de bewindsman hebben alleen mensen die op een legale manier het land zijn binnengekomen deze gelegenheid. Via het project Legalisatie van Vreemdelingen worden de mensen vanaf deze maand opgeroepen zich aan te melden voor de registratie. Vreemdelingen die zich binnen deze periode niet legaliseren, zullen zonder genade worden uitgezet, meent Welzijn. Hij zegt dat dit project meerdere voordelen zal hebben voor Suriname. De documenten die de mensen moeten aandienen en het proces van onderzoek brengt ook in beeld waar de mensen mee bezig zijn. Dus het is een positieve manier om daarmee die gevallen van eventuele mensenhandel en mensensmokkel in kaart te brengen. Dus het is een indirecte weg om, want op het moment dat je ordent, dan zul je ook dus kunnen zien waar er sprake is van echte illegaliteit. Het betekent dan natuurlijk niet dat je daarmee de zaak helemaal hebt opgelost, maar hou er rekening mee, daarom roepen we alle vreemdelingen op, om binnen deze periode zich te registreren, omdat na deze periode wel het proces zal worden ingezet om de mensen uit te zetten. Dat betekent dus dat we na 3 maanden, als het project is afgesloten, en we zouden vermoedens hebben dat er mensen zich ergens illegaal, die niet legaal in Suriname willen vinden, dan zullen die onmiddellijk worden uitgezet. Het project is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en verschillende ambassades in Suriname. De vreemdelingen moeten een pittig bedrag betalen voor hun verblijfsvergunning. Voor mensen uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kost het $600, terwijl mensen uit de overige gebieden van de wereld $3000 moeten neertellen. Bedrijven die meerdere vreemdelingen als werknemer hebben, krijgen daarom een speciale regeling. Voor de met name grote bedrijven proberen wij wat mogelijkheden te creëren om dus het proces van het verkrijgen van een legaal verblijf te vergemakkelijken. Wij doen het op basis van een afzonderlijke afspraak, afzonderlijk van een overeenkomst, waarbij in sommige gevallen vraagt het bedrijf om medewerking, omdat ze bijvoorbeeld 100, 200 mensen in dienst hebben, waarvan het grootste deel, vanwege de omstandigheden die ik eerder heb genoemd, niet in staat zijn geweest om een legaal verblijf te verkrijgen. Met die bedrijven maken we afspraken, omdat het natuurlijk het betalen van een bedrag van $3000 per persoon kan al gauw oplopen als je bekijkt het aantal arbeiders om dit zal gaan. Voor die bedrijven proberen wij speciale regelingen te creëren. Aldus waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, tijdens een persconferentie van gisteren. Illegale vreemdelingen in Suriname moeten binnen 3 maanden hun verblijfsvergunning in orde maken. Indien zij dat nalaten, zullen ze uitgezet worden.